En als je nu ligt, mag je langzaam recht komen zitten. In een verzorgde houding, dus je kruin naar boven, borstbeen naar boven. Onderrug ontspannen, beide zitbeentjes op de grond. En voel een totaal andere energie vandaag. Neem even tijd om hier te zijn. Zijn. Voel dat je dan door een soort beweging gaat. De beweging van de buitenwereld. De beweging van de mensen die je aantrekt. Je komt dan eigenlijk je persoonlijkheid tegen. Maar daar gaat het vandaag niet over. Het gaat over wie je werkelijk bent. En dat is niet die man, die vrouw. Dat is niet je voornaam en je familienaam. Dat is zijn. En daar bestaat al dat gedoe niet. Al die verhalen bestaan daar niet. Puur zijn. Want dan begin je te merken dat de meeste keuzes die je gemaakt hebt en die anders verlopen dan dat je dacht, dat je je dan hebt laten beïnvloeden. En je persoonlijkheid laat zich beïnvloeden. Je wil een goede mama zijn, je wil een goede papa zijn, je wil blablabla. Maar daar gaat het niet over in het leven. Je wordt er ook nooit voor beloond. Maar dat waarover ik het vandaag heb, is verbinding vanuit zijn. En dan begint het over liefde te gaan. Niet I love you, maar heel iets anders. Voel maar. Dat wat je misschien niet hebt toegelaten in je leven. Misschien dat wat je niet echt geleerd hebt in je leven. Voel eens hoe jij daarop reageert. We blijven dus in een hogere trilling, de hele les vandaag, om even anders te kijken naar dat wat jij problemen noemt. Blijf rustig ademen. En in dat gevoel laten we 3 maal om trillen, inademen. Om. Alsof je letterlijk voelt dat je aan het aanpassen bent aan de energie van vandaag.
Alsof je een klein beetje afscheid neemt van je ego. Om jezelf beter te leren kennen. Adem eens mooi, buik, flanken, longen, tot zo hoog mogelijk in je longen. Tot bijna in je keel, zou ik zeggen. Even pauze. En dan uitademen. Pauze. En dan weer in, buik, flanken, longen, tot heel je longen en traag. En kijk hoeveel ruimte jij hebt in je hartcentrum, je borst. Want daar zit juist je eigen beeld, daar zit die grote liefde. Dus mooi in en uit, in pauze, uit pauze. En voel eens wat jij tegenhoudt. Een gevoel, een gewaarwording, een energetische hindernis, een herinnering. Er moet maar iets verkeerd lopen in de conceptie en het zit al in je systeem, het zit al in je DNA. Ik kan mezelf niet toelaten, ik kan liefde niet toelaten. Dus maak je geen zorgen, er hoeft niks mislopen te zijn in je leven. Maar vanaf de conceptie waar je heel zuiver komt met al je bagage, kan er iets dichtklappen. Blijf mooi ademen tot boven in je longen. En voel nu tegelijk een heel mooi moment en een vriendschap, kan ik maar zeggen. Geen liefdesrelatie, geen romantische liefdesrelatie, ook geen kinderen of kleinkinderen, want dat is allemaal te kwetsbaar. Daar ben je te voorzichtig in, maar kies iemand waar je echt op je gemak bij bent, waar je eigenlijk die liefde met een grote L voelt in die vriendschap. En je ademt nu tot boven in je longen en je vult je met die energie. Want dat is je medicament. Daar zit je medicament. Dus voel maar dat je het niet kwijt bent. Niemand is liefde kwijt. Nooit. Dus blijf maar. En voel dat je meer ruimte krijgt door te focussen op liefde met een grote L. Ik heb het dus niet over romantische liefde. En langzaam stop. Stil. En voel zonder woorden, zonder uitleg, zonder emoties, dat je iets aan het leren bent. Nu. In die stilte ben je iets aan het leren. Want in al je drukte over relaties, vriendschap, verbindingen, kreeg je de essentie niet te pakken. Wist je eigenlijk niet goed waarover het ging. Dus het wordt een stille yoga, waar het over heel subtiele dingen in jezelf gaat. En dan mag je heel traag je rechterarm grote cirkels maken. Dus heel die schouder, die rechterschouder open en losmaken. Dus in en uit ademen, liefdevol en traag. Dus het is geen turnles. Maar die schouder wil zich bevrijden. Je hebt zo je best gedaan als het over liefde gaat en over jezelf durven laten zien. En de laatste tijd kom je dicht bij iets. Het ogenblik dat je beslist om te groeien,
Trek je de juiste situaties aan. Heel mooi, vloeibaar, liefdevol, respect voor je rechterschouder. En dan omgekeerde richting. En voel telkens je borst meer open gaan, meer ruimte. Want iemand die alles wil oplossen, geeft zichzelf geen ruimte. En dat voel je aan die schouder. Dus je borst gaat nog meer open door die rechterschouder te bevrijden. Want die wilde altijd iets doen. Die wilde altijd ter beschikking zijn. En langzaam stop. Stil. Schouders open, adem tot boven in je longen. En voel wat je aan het leren bent vandaag.